Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. Vandaag weer met het Nederlands elftal en we spelen tegen Polen. De tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK. En we spelen met een hele andere opstelling dan de vorige wedstrijd. Die wedstrijden zitten altijd vrij kort op elkaar, iedereen moe en zo. Maar goed, voordeel is, Kasdorpje is terug van een schorsing, dus die speelt rechtsachter. Sillis in de goal, Bruma, Martinsini centraal, Kongolo op links. Bazour en Van Ginkel op het middenveld, Castaños op 10, want we hadden geen tweede nummer 10. El Ghazi op rechts, Kishna op links en Locadia in de spits. Ik vraag me ook af waarom Castaños opgeroepen is überhaupt, maar goed, het zal allemaal wel. We gaan het gewoon mee doen. Ik heb de selectie niet bedacht, die was er al voordat ik joinde. Dus we moeten het er maar mee doen, jongens. Maar, ik wou het zeggen, dit gaat nog niet eens zo onaardig in het begin. Lijkt wel grote kans. En Martinsini doet vandaag mee. Nou, wat kan er misgaan? Hier, aan de bal. El Ghazi. Volgens mij hebben we daar ook echt helemaal niks aan die spelen. Maar goed, het zal mij liggen. Castaños dan. Doet het ook niet best. Nu dan. Ah, shit. Kan weer net niet schieten. Ook weer niet best. Kom op nou. Pak de bal. Martin Zin, die pakt die bal gewoon af. Dit is ook weer geen beste paas. En ingooi. Lekker gedaan. Lokalia nu dan. Nu moet... Wat is dit? Of ik word aangetikt, dan is het gewoon dikke penalty. Of hij is gewoon tering debiel. Hij kan niet schieten. Ik gok op het eerste trouwens hoor, maar... Zo, schiet even. Nou, Kasdorp. Kom op, jongen. Jij is wat nuttigs. Godsamme, joh. Gleek. Oh, dit is goed. Waarom hoog? Waarom doe je hem nou hoog? Ik zeg toch gewoon over de grond pasen? Echt, ik heb het idee dat ze wat gedaan hebben met FIFA de laatste tijd, jongens. Er gebeuren dingen. Ze hebben mijn FIFA gesloopt, ik weet het zeker. Je scheids, joh. Pleur nou toch op, man. Hier, dit ook weer. Neem die bal gewoon mee of zo. Is dit nou het zogenaamde legendarisch spelen op die niveau? Dat jouw spelers gewoon alles fout doen. In plaats van dat de tegenstander beter wordt. Lewandowski. Can they make something of all this possession? Let it get away from him. Nou, kom op, nu eruit.
En iedereen blijft achterin staan. Waar is mijn linker spits? Nou, kies je nou. Doe jij even een nuttige paas, jongen. Good defending. Nou, nu dan. Ja, goede bal nu. Wie komt er weer in lopen? Helemaal niemand. Nou, dit is ook weer een goede eerste helft dit. Nederlands elftal is echt hopeloos. Hoe ligt het aan mij, jongens? Is het niet hopeloos? Ik weet het niet hoor, maar... Het is natuurlijk wel realistisch zo. Dit... Ja, rot toch op, man! Met je kut penalty. Je bent toch moe van, of niet? Nou... Ja, verkeerde hoek. Nou, lekker dan. 1-0 achter. Gaan we toch maar weer wisselen. Depay, Promes en Wijnaldum er maar in. Hoppatee. Drie keer wisselen. Kan mij niet schelen. Misschien helpt het, je weet het niet. De drie beste spelers er toch maar in, hè. Achteraf had ik misschien beter tegen Polen met mijn beste elf kunnen gaan spelen. Want Roemenië is toch wat minder, heb ik het idee. Nou goed. Wijnaldum liep de verkeerde kant om. Lewandowski. Kept his eye on the ball. Goed bezig, Kasdorp. Wijnaldum. Nou, kom op nou, jongens. Nou, Depay. Ja, hè? Oh. Vraag niet hoe, maar hij zit erin. Ik vroeg hem ook gewoon om hem laag in de hoek te schuiven. En wat doet hij? Hij schiet hem gewoon hard dwars door het midden ook. Dat snap ik ook nog steeds niet, maar goed. Die R1 knop is ook stuk, zeker. Pak de bal. Pak de bal. Shit. Is Robert Lewandowski. Martins. Dit is goed. Dit is goed. Holland making the ball do the work. Good precise passing. Kasdorp komt ingelopen. Oh! Wat een reflex van die keeper, joh. Oh, ik heb hem nog, ik heb hem nog. Shit. Daar zit het niet mee. Pak de bal. Lekker bijna al hem. De bal komt niet aan. Waarom krijg ik nu geen penalty dan, scheids? Oh, net mis.
Brumaatje toch. Jij maar uit. Oh, scheids. Of scheids. Die kon de scheids ook weer niet zoveel aan doen. Wat doen we? Grote fout gemaakt. Gelukkig. We kunnen het herstellen. Martins Indy, wat doe je, jongen? Nee, joh. Wow. Hij zit er niet in. Wauw. Ik dacht, hij gaat er echt in. We leven nog. Oh, hij komt aan. Lucadia. Yes! Wow, yes! Oh, dit had ik echt niet verwacht. Die bal net, jongens. Wat gebeurde daar dan? Bij mijn doel. Dat die er niet in ging. Maar Lucadia scoort gewoon. Dat is beter. Niet meer aanvallend nu. Lewandowski. Oh, daar mag ik toch wel een beetje van geluk spreken. Weg die bal. Nee! Shit, man. Ja, toch maar weer aanvallend dan. Nee, jongens. Oké. Wat een kutpaas. Jezus. Zoveel ruimte net. Dan krijg je zo'n paas. Nou, Depay die moet erin. Die moet er toch in, jongens. Lekker Martins Indy. Die moet erin. Yes! Yes! Wijnaldum, 3-2. Oh, wat een wedstrijd is dit dan? Wauw! Toch wel de wisseltjes die hier te doen. Maar nu gewoon ultra defensive. Jongens, het interesseert me echt even helemaal niks. Alles voor die 3 punten nu. Die is voor de keeper toch? Ja. Oh, die hadden we moeten hebben. Nou, maakt niet uit. We hebben gewonnen. Yes! Oh, dit geeft toch wel voldoening, soort van. 3-2. Jongens. Ah, lekker hoor. Wie is de man of the match? Lucadia. Depay, Lucadia, Wijnaldum met goals. Lucadia, Wijnaldum en Van Ginkel met de assists. Ja. Kan. Het kan. Oh. Wat een gedoe zeg. 3-2. Ah ja, het houdt wel spannend. Dan mogen we tegen Groningen spelen morgen. Kijk, dat is ook weer leuk. Tegen FC Groningen. Groningen is de tweede met 10 punten. Netjes. Doet goed. Ja, wat gaan we zeggen? Even kijken, gaat er nog wat gebeuren? Ik vrees voor niet. Ik kan nog wel eens even gaan kijken naar de selectie, zeg maar. Upcoming match, Werner. Ja man, je hebt gelijk. Hier, de selectie. Eens even kijken, wie hadden we willen hebben? Ja, middenveld. Vilena. Klaasie. Strootman. Had er zomaar bij gekund. Maar ja, weet je, er loopt niet heel veel meer soeps rond, blijkbaar.
kan dat nou, jongens? Zeker aanvallend niet. Bergwijn, 80. Boetius, 80. Wat is er met al het Nederlandse talent gebeurd, jongens? Wat is er met ze gebeurd? Hier, de licht. Van anderen zijn. Alleen, ja, alleen blind. Zou er nog bij kunnen, maar ja, daar word je nou ook niet echt beter van, om eerlijk te zijn. Ik ga er nog eens een nachtje over slapen. Hoe moeten wij gaan spelen, jongens? Met het Nederlands elftal, de volgende keer. 3-5-2, net als met mijn Feyenoord carrière, of gewoon 4-3-3. Of gewoon iets heel anders, laat het even weten, man. Ik ben benieuwd. Ik weet het zelf ook gewoon even niet momenteel. Goed, we hebben nog even om erover na te denken. Ik zeg bedankt voor het kijken voor vandaag en hopelijk weer tot morgen. Later!